Jim ziet de sterfdatum van mensen. Telkens als ze iemand in de ogen kijkt, weet ze wanneer die zal sterven. Waarom zou je vrienden maken als je weet wanneer die doodgaan? Beeld je in. Telkens als je iemand in de ogen kijkt, zie je wanneer die gaat sterven. Je kan er niets aan veranderen en weet nu niet wat je ermee moet doen. Zeg je het hen of niet? Zou jij jouw sterfdatum willen weten als ik het jou nu zou kunnen vertellen? Of is dat te aanstaanjagend? De twee hoofdpersonages zijn Jem en Spider. Jem is een heel stoer meisje dat al veel heeft meegemaakt. Ze is 15 jaar en woont bij een pleeggezin. Ze houdt niet van vrienden maken omdat ze het niet leuk vindt om te zien wanneer haar vrienden gaan sterven. Jem is eenzaam totdat Spider in haar leven komt. Hij is actief, een beetje impulsief en meestal blij. Hij leeft bij zijn oma. Ze worden vrienden en gaan samen naar de London Eye. Jem ziet dat iedereen die dag zal sterven, dus samen lopen ze weg. Al snel worden ze verdacht voor de ontploffing op de London Eye, dus vluchten ze samen voor de politie. Ze worden verliefd op elkaar en hoe langer hun vlucht duurt, hoe meer ze van elkaar gaan houden. Maar Jem weet dat er iets gaat gebeuren met Spider. Ze zag zijn sterfdatum en weet dat hij niet meer lang te leven heeft. Kunnen ze uit handen blijven van de politie? Overleven ze de vlucht allebei? Kan Jem de naderende dood van Spider voorkomen? Wil jij de antwoorden op deze vragen kennen? Lees dan zeker het boek. Het boek Deadline, geschreven door Rachel Ward, speelt zich af in Engeland in 2009. Het is een avonturenroman. Ook is het een fictief boek. Drie thema's passen bij dit boek. Het gaat vooral over de dood. Jem kan zien wanneer mensen doodgaan en er sterven veel mensen in het boek. Ook gaat het over liefde. Doorheen het boek worden ze verliefd op elkaar. Weglopen is ook een toepasselijk thema omdat Jem en Spider weglopen van de politie en van thuis. Het boek Deadline is een mooi boek vol actie, spanning en een beetje romantiek. Het is een boek dat verrassend makkelijk te lezen is omdat er niet veel personages in voorkomen en je kan je goed inleven in hun leefwereld. Het einde was zeer verbazend en meeslepend. Een echt prachtig boek waardoor je zin hebt om de vervolgen te lezen. Oneindig in de chaos.